Wat was een van mijn meest beschamende momenten? Je mocht uit het huis praten. Hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidu. Leeftijdloos. Dit is Jens van Goetem. Ook leeftijdloos. Ja! Ken er niet mee. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Telenet. Vanwege dat wij dus gewoon geen internet niet meer hebben. En dat we niet wisten wat we moesten doen. Dus dan dachten we, kom, we gaan een video maken. Het is verschrikkelijk hoe afhankelijk dat wij zijn van technologie. Hij heeft geen internet, nee. Ik heb geen internet. En we zaten echt zo van, wat zijn we aan het doen met ons leven? Wij weten gewoon niet meer wat we moeten doen zonder technologie. Het is erg. Ja. Maar in ieder geval, vandaag gaan we een get... Ja, wat is het eigenlijk? Een get ready with me, but he's doing it for me, so that's... Ja, maar jij doet de make-up, ik doe het haar, hè. Ah ja, ik doe de make-up, hij doet het haar en daarna gaan we foto's nemen. Dus ja, ik ben benieuwd. En ondertussen gaan we ook een ding doen. Een best friend tag. Dus dat wil zeggen dat... Ja, laten we doen. Goh, wat dat jij over mij weet, zo gezegd. Oeh. Dus juist zegde ik, jij over mij, omdat jij over mij meer weet. Ah, wel, juist ermee. Het moet juist zijn degene die het minste weet, snap je? Dus we gaan een best friend tag doen. En even de shout-out van de dag. Die gaat naar Billy Peters en die zegt, zalige video. Hoe dat je alles uitlegt is echt geweldig. Je lives zijn ook altijd geweldig. Dank je wel, liefste schat. Het woord van de dag is hashtag Telenet sukt. Dus reageer even Telenet sukt beneden in de reacties. En misschien krijg je dan wel een shout-out in de volgende video. Maar wacht, die wimpers hier moeten ook allemaal klaar liggen. Want ik ken dat hier al. Die wimpers doen. Hallo. We gaan foto's pakken, tuurlijk. Ga je dan niet mijn wimpers doen? Allee, die ik van carnaval had. Nee, denk je. Alsjeblieft, dat is een hele fucking borstel. Maar dat is echt goed, hè? Dat is keigroot. Maar dat is echt... You need to try it. Ik heb dat al geprobeerd. Dat is echt veel te groot. Hoe heb je dat geprobeerd? Ah, maar toen dat ik gewoon hier bezig was, heb ik dat toch zo op mijn oog gehouden. It's cool. Too much. Dat zijn echt overdreven wimpers. Absoluut niet natuurlijk. Ah, je komt van onderkamer, hè, jongen. Auw! Wow. Wat is dat? Oké, de allereerste vraag. Jens. Wanneer en hoe hebben wij elkaar ontmoet? Ja. Ah ja, ik moet mijn make-up doen ondertussen. Ja. Kan niet. Amai, multitasking op zijn hoogste. Wanneer? Ik weet niet meer welk jaar. Was dat 2016? Ik weet het wel. Nee, ik weet het nog. 17 dan? Nee, 15. Zo vroeg? Ja, als je kijkt op die foto, je eerste foto dat je van ons geplaatst hebt, was 2015. Echt? Ja. Oké, ja, zie, ik wist het. 2015. Ik wist het niet, je zegt 2016. Ja, oké. 2016, maar ik weet wel nog waar. Dat was in Gent. Mm-hmm. En dat was mijn goede vriendin van u die daar mee was. Wie was dat? Veerle. Huh? Ah, Veerle. Ja. Die en Tom gaat zo hard lachen dat je deze nu ziet. Nee, jullie waren toch besties toen? Yeah, forever. Ja. En ik was een testprogramma aan het doen, een pilootaflevering noemt dat. Voor, ja, dat was een productiehuis die dat wilde doen. En Jamila was de gast en ik moest daar interviewen. Ja. Yeah. Yeah, because so. I was the famous one. Yeah, she was the famous one and I was the least one. But, yeah. Een beetje gelijk nu eigenlijk. Ja, voilà. Maar dan is dat programma er nooit niet gekomen. Nee, dan is dat niet doorgegaan. Zie hoe wit dat nu ziet tegenover mijn zelfbruine. Dat gaat niet. Als ik overal op aarde naartoe zou kunnen gaan, maar waar zou ik gaan? Spanje. Overal op aarde eens. Ja, de ruimte dan. Hè. Wat is dat? Op aarde! En jij zegt de ruimte! Ik ken het niet meer, je! In liefst! Ja, sorry hè. Ik kan hier niet. Ik zo op aarde en dan zegt hij de ruimte. Like, oh, stabilie. Soms ja. Hè. Ja, ik weet niet. Spanje! Nee, ik heb ooit tegen volgens mij al gezegd van ik wil daar graag trouwen. Als ik trouw wil ik op huwelijksreis naar daar, naar waar? Bali. Masta. Alsjeblieft, dat kost alles 10 cent. Wat Bali, ik ken je mee, zo. We kunnen toch een groot feest geven, want je hebt niet veel. Met een man worden... Als ik trouw met een man, dan is er wel veel, geloof me. Dingen, Bora Bora Lizard. Ah, ja. Mm. Ja, het is juist Bora Bora. Dat heb ik echt al wel gezegd. She wants that. Ja, jij niet? Ja, ik wil daar eens naartoe, maar het is niet dat ik daar wil trouwen en zo. Dat is echt zo 10.000 euro per nacht. Ja, dat is erover, sorry. Pas op, hè. Ja.
Next vraag. Yeah. Ah, ik zeg pas op en jij raakt maar mijn oor! Dat was niet eens op die haar oor. Ik zweer het u, dat was op de bovenkant van mijn oor. Hier van boven. Maar ja, het is toch plat. Ja, mijn oor ook. Maar welke drie genres van films hou ik? Zo, horror. Uh-huh. Waar gebeurt? Onder wat valt dat voor u? Ja, waar gebeurt zo? De films die gebaseerd zijn op echte... Meestal is dat uit... Welk genre is dat meestal? Ja, horror en dingen, hè. Nee. Drama. Zo, waar gebeurt de drama's en zo, ja. En wat nog? Een hero... Comedie? Ja, grappige films. Ja. Wat is mijn favoriete seizoen? Denk de lente... Nee, de lente. Jij ziet mijn mond. De lente. Jij zegt zo lente, jij ziet zo... Oh, en ineens zo kennis, hè? Nee, het was lente of herfst, ging ik zeggen. Want dat is zo allebei zo'n beetje tussenin temperaturen. Ja, ik vind lente echt het beste. Maar dat is ook gewoon omdat ik dik ben, snap je? Anders zou ik de zomer het leukste vinden. Nee, dat is niet waar. De zomer is gewoon te warm. Ik vind lente is zo gezellig. Like, dat is altijd zo van die 20, 25 temperaturen. I love that. En dat van u? Ook zo de lente of de herfst. Dat is zo niet te warm, niet te koud. Ja. Zo tussen de twee seizoenen in. Zo. I love it. Yeah, it's cool. Welke favoriete herinnering delen wij met twee? Hebben wij dat? Allee, joh. Kan niet. Goed, vrienden. Allee, hebben we er zoveel? Kan dat niet? Ja, het zijn er zoveel. Ontelbaar. Ja, dan moeten we er ene zeggen. Ardennen? Ja, Erpenmeer, ja. Ja, Erpenmeer. One of the funniest. Een van de grappigste is nog altijd die ene dat je langs doorstuurde met dat simkaartje. Ja, dat was echt zo erover. Hallo, mijn winkjes zijn geëpileerd, Lizzie. Ik had het toch gezien in uw vlog. Ja. Zie jij mijn video's? Ja, wel zonder reclame, hè. Ik heb een netblokker. Niet goed, hè. Dat vind ik erg. Die weet dat reclames mijn inkomsten zijn en die pakt een fucking adblocker. Hoe does that? Ja, sorry. Pak dan gewoon premium, hè. Ja, dan moet ik nog eens betalen. Als die dan geen reclame, dan krijg ik tenminste nog een verdienste. Did you watch my video? De welke? My last one. Ja, ik heb hem zelf geëdit. Wat? Welke? Maxime heeft die bewerkt. Ah ja, dan die. Ja, tuurlijk heb ik die gezien. Wat is dat voor een vraag? Als ik littekens heb, hoe kom ik er dan aan? Dus denk even aan littekens op mijn lichaam en hoe kom ik... Maar ik zie bruin, jongen. Dat is niet normaal. Ja. Littekens. Heb jij littekens? Was dat ik dan vol. En echt nog neig grote ook. Die hebben mij die al getoond. Ah, die. Ja. En hier. Ik weet wel één van de Pablo, weet ik. Maar één van die twee, of wat? Nee, aan uw hand. Ja, hier aan mijn arm, ja. Ja, dat weet ik. Nee, oké, die twee. Van waar komt dat? Dat weet ik niet. Hoe heb je dat niet? Nee. Wat? Nee, van wat is dat? Ja, deze is van... Ken je Kikkeboer, dat spelletje? Nee. Jawel, dat je zo Kikkeboer moet wij gaan verstoppen en dan moet je zo, als iemand Kikkeboer roept, keisnel teruglopen. Nee, dan moet je keisnel teruglopen. Maar ik zat, toen ik klein was, zat ik in een boom verstopt. En ken je zo van dat geroest ijzer, van die pieken dat ze zo onder terrassen liggen, zo die vierkanten? Ja. Ah wel, en dat stond tegen die een boom en ik wou langs daar eruit kruipen en ik schuif daarover, recht op die pieken. Nee. En de andere is omdat er een stuk bord, mijn moeder had, of iemand had thuis een stuk bord kapot laten vallen. En wij hadden zo een zakje tegen de kastanje, in de plaats van een vuilbak eigenlijk. En ik en mijn broer waren zo tegen die rand aan het scheuren, maar er stak zo'n stuk bord uit dat zakje. En ik met dat stuk bord in mijn been, Lisa. Yeah. En deze is ook een litteken hier, zie je? Van wat komt dat? Tegen het strijkijzer blijven plakken. You know where mijn litteken komt from? Welk? Of hier, ik weet niet. Dat gaat in uw kop. Nee. Nee, die eens in een gat is in een kop, ja. Nee, hier of hier is er zo een ding. Hier, ja. Don't know. Met skater gevallen of zo. Yeah, because I have a skater pants on. Yeah. Nee, weet je dat echt niet? Nee, precies niet. Ja, dat gat in uw kop weet ik, maar er is niet. Nee, dus ik was zo aan het buiten spelen vroeger. En onze schuifdeur, glazen schuifdeur, stond zo de hele tijd open. En ik ging zoiets pakken binnen en ik ga terug naar buiten. En ondertussen had mijn ma die schuifdeur al toegedaan, maar... Oh, jij botst daarin. Ik zag dat niet. En ik loop door die glazen deur. Heel dat glas in mijn been. Dat is ook maar triestig glas. Ah nee, wacht. Dat zijn mijn littekens op mijn been. Dat...
Oh, de echtheid van het verhaal vermindert met 90%. Ja, nee, maar dat is zo de littekens op mijn been. Nee, en dit, ik kwam uit bad en ja, ik was nog klein en ik kwam mij niet direct afdrogen. En ik schuif over onze vloer thuis en recht met de kop tegen de punt van de tafel. Ah, niet goed, zei het al dodelijk kunnen zijn, kan dat niet, hè. Hoe beter dat mijn haar gedaan. Ja, inderdaad. Wat zou ik vroeger worden toen ik klein was? Beroemd. Nee, waarom noem je dat beroemd? Ik heb nooit beroemd willen zijn, nooit. Zangeres. Ah. Ja, gewoon, ja. Nee, beroemd is zo, ik wil bekend zijn, maar ik wil niks doen. Snap je? Nee, ik wou altijd zingen. Hè. Ja, jij, ja. Ja, jij, ja. Ja, you're being honest, Tansy. Ja, dat is echt zo. Oh. Wat is dat? Ja, geef mij één talent van u, alsjeblieft. Lachen. Lachen, you have a good talent. Zie? Ja, maar ja, dat is ook een talent. Er zijn mensen die niet zo... Niet kunnen lachen. Die, ja, of niet, geen grappige lach hebben of zo. Maar er zijn mensen met grappigere lachen dan ik. Over de wereld gezien wel, hè. Maar je zit wel op een goede ranking. Ah, dank je. Amai, zo vriendelijk. Yeah, that's me. Hoeveel kinderen wil ik? Nul. Ik zal maar ineens naar de volgende vraag gaan. Hoeveel kinderen wil ik? Jij wilt ook geen kinderen. Ik wil dat wel, hè. Echt? Ja, misschien ooit. Maar zo niet. Ik wil dan wel adopteren, maar ik wil wel zo kiezen van waar dat komt en zo, snap je? You need to get your life together before you do that. Wat? Ja, luddels, ha. Maar ik heb dat toch together? Waar ga jij met dat kind in bed liggen de hele dag of ha? Allee, ja, dat gaat niet, ha. Ja, maar ja, gewoon een beetje... Ja, je geeft die een iPad en dat is clear. Nee, zie, nee. Don't start with children, nee, please. I'm joking. Ik kan er niet mee. Zingt je beste vriendin onder de douche? Te veel. Ik douche hier niet eens. Ja, die douche niet. En, oh ja, die was daar wel. Wij gaan altijd in bed. Ja. Maar, too much. In bed zink ik toch nooit? Jawel. Echt? Niet altijd, maar soms. Oh, jij too, I remember it. Zie. Ik kan er niet mee. Wanneer is mijn verjaardag? 5 maart. Ja, we know that. Want hij is 1 maand en 1 dag later jarig. Ik 6 april. 6 april, ja. Wat zijn de voornamen van mijn ouders? Mustafa. En, wacht, Karen. Nog goed. En met mij? Ja, uw mama Karin. Ja. Zot, hè? Ja. Yeah. Je papa vergeet ik altijd. Allee. En dat is erg, want ik ken je. Ah, verdomme, ik weet het niet meer. Wacht, ik zeg. Tweede letter? L. Al. Alain. Ja. Alain en Karin. Mijn mama noemt Karen en zijn mama noemde Karin. Echt, ik kan er niet mee. Dat trekt zo niet eens op elkaar. Dat is 1 letter verschil. Mijn mama haar echte naam officieel is Karin, hè? Oh, kan niet. Op die haar pasta Karin. Wij noemen die gewoon allemaal Karen. Oh my god, onze moeders hebben exact dezelfde... Ah, nee. Mama is mijn C zeker, of niet? C, ja. Ah ja, oké. Okay. Wat zijn de namen van mijn oma en opa? Allee, ja, mijn opa en mijn... Jos? Wat Jos? Nee. Ja. Hoe noem ik die? Als ik zeg, ik kan even naar, ik heb een bepaalde naam dat ik die noem. Ja, allee, dat weet jij toch? Ik weet het, ma. Ma en pa? Pli. Ma pli en moe pli. Nee. Moe pli. Moe pli is mijn papa. Ja, dat is die papa. Ik ken het niet meer. Wacht, nee, ma. Ik weet dat. Ma, mali en pali. Mali en payan, niet pali. Ah. Ja, ik ben. Ah wel, maar die hun naam zit verscholen in dat. Dus Mali. Mark? Nee, Mali was. Mali. Lilian. Ah. En pa Jan. Jan, hè? Oh, ja. Eigenlijk officieel Johan, maar ja, dat weet niemand. Nu weet iedereen het. Ik ken het niet meer. Hoe noemde mijn eerste kat? Toulouse. Die lacht altijd met de naam Toulouse. Ik vind dat erg. Maar erg, ja, dat is gewoon... Dat is van de Aristokatten. Heb je nooit de Aristokatjes gezien? Katjes gezien? Ja, maar ja. Nee. Wat nee? Denk dat niet. Wat is dat? Ja. Are you even alive of that? Allee, wie noemt er zijn kat Toulouse? Er zijn waarschijnlijk mensen aan het zien die hun kat Toulouse noemen. Sorry, maar... Ja, omdat dat van de Aristokatten was toen. En ik
ik weet nog, die kat is gewoon bij ons voor de deur gekomen ineens. Was die daar, ze hebben die niet gehaald of zo, mijn oor. Ik had juist Aristocatten gekeken en ja, die kat staat daar en ik denk, oh, ik wil die Toulouse noemen, want die van de Aristocatten noemde zo en die leek er een beetje. Ah, pff. Maar dat was een van mijn meest beschamende momenten. Je mocht uit het huis praten. Kan ik op iets komen? Ja, ik weet het ook niet eigenlijk. Ik heb er zoveel dat ik het niet meer weet. Wacht, hè. Mag je hem over de eerste keer uit huis praten, dus... Maar, ja. Maar nu kan ik op niks komen, dat is ook weer zo erg. Nee, dat is kut. Ik ben aan het denken, zo. Want er zijn er sowieso. Oh, we hebben hier duizend... Ah, ja. Ik weet iets. Wacht, eerst in mijn... Nee, ik mag toch uit het huis praten? Ja, hangt er vanaf, hè. Eerst in mijn hoor. Zeg het. Ja! Dat kan toch niet? Wat dan? Nog aan het denken. Dat was een pretty embarrassing moment. Maar ja, Pletty had dat ook. Ik denk dat iedereen dat al wel eens gehad heeft. Of niet in de zetel. Ja, vertel hè. Ja, dus, yeah, she shit in de zetel. Maar hoe was dat nu weer? Maar ja... Ja, nee, ja, maar... Ja. Zij is... Waar? Lui. Als, ja, we gaan eerlijk zijn. Ik ben ook lui, maar zij is soms next level. Dat ja. Is... Maar dat had daar niks mee te maken, jawel, zo? Jawel. Want jij wou niet naar het toilet en jij dacht, wow, dat zou wel gewoon een scheetje zijn. En jij moest niezen of hoesten of zoiets. En jij voelde dat eigenlijk al opkomen. Maar zo niet in het gedacht van, ga naar het toilet. Ik weet dat terug. Dat was echt in mijn kop. Dat voelde echt... Maar ik had echt problemen toen met mijn darmen, zo. Ja. Maar, nee, oprecht. Maar, ik dacht echt... Dat voelde echt alsof dat gewoon een scheetje ging zijn. Ik dacht, ja, ik ga niet naar de wc voor een scheetje. En in één keer in die zetel... Maar ik zat zo in kleermakerszit op twee kussens zo. En ik zat eigenlijk zo in die spleet, zal ik maar zeggen, van de zetel. En ineens, ik moet zo hoesten en ik denk, oh. En ik denk zo, shit. En ik ga staan zo recht en dat was zo kak in die spleet gegaan. Jij hebt ook al genette momenten, jetsenbrief. Ik ken er niet mee. Kan niet, hè. Sorry. Iedereen kakt wel eens in de zetel. Ja, nee. Ach, we al doen, hè. Nee. Yeah, now it's in the world. Ik was dat al vergeten. Nu niet meer. Nee, waarschijnlijk. Ben ik ooit geschorst geweest op school? Ja, vol een bak. Ja, ja. Dat is echt waar, ja. Niet alleen geschorst, gewoon buiten gesmeten. Ja, zo braaf was ze. Wart jij braaf? Braaf wel, maar ik was vaak afwezig zo. Ja. Ik ben ziek, ik ken het. Yeah, I know. But I wasn't sick. Wat is de naam van mijn favoriete jeugdhuisdier? Toulouse. Ja. En ik heb ook een konijn gehad, hoe noemde dat? Je weet het zelf niet meer. Ja, jawel, ik ben aan het twijfelen tussen twee dingen. Oftewel was het stampertje. Cute. Ja, of... ik denk dat het stampertje was. Ja, ik heb er altijd aan getwijfeld. Oeh, altijd. Omdat ik op het begin een keuze wou, ik had een keuze tussen twee namen. Nee, het was die stampertje volgens mij. Echt waar. Oh, wacht. Wat wacht? Ik kan mijn broer bellen, die weet dat. Zeg, mijn konijn vroeger, hoe noemde dat nu weer? Knabbeltje! Ja, juist. Oké, goed, merci. Yo. Ja, Knabbeltje. Die weet dat zo nog, maar als ik kom met die een ouder was. Die is echt zo, hoe noem ik een Knabbel? Ja, gewoon zo Knabbel. Ja. Oh my. Oh. Dat was echt een droge spreek. Ik zo, Knabbeltje, en hij zo, oké, bye. En die lijnt zo gewoon terug op. Ik ken dat niet meer. Ja, Stampertje was dat van het buurmeisje. Wat was mijn eerste auto? Een Peugeot, een grijze. Ja, maar die heb je nooit gekend. Die heb ik nooit gekend, maar... Ik heb altijd de zwarte gekend, die daarna. Ja. Maar dat was een grijze Peugeot. Die zwarte daarna, sorry mensen, dat was echt een Johnny-bak. Dat was LED-verlichting van binnen, kapot toen ik haar leerde kennen, maar ja. En ik had nooit leren te werken. Nee, het was nee. Nice. Hè? Ja. Als je in de auto stapte, hadden zo allemaal paarse lichten. En dan vanachter, je kon nooit iets in de koffer steken, want daar lag een woofer in. Amai, dat heb ik hier nog nooit gezien. En dan... Die auto die trilde als wij door het stad van de honden reden. Iedereen had zo overdreven! Nee, dat was echt. Het was een goed. Dat was een wil. Sometimes I felt a little shaming. Ja, ja. Maar de bus is beter of ja, wat? Ja. Maar ja! Ja, ik weet niet, hè. Als je zo naar de toe komt en die
Ruiten, bibberen er ver uit, sorry. Kesje, dat is echt jaar geleden. Ik zat even in mijn periode, hè, alstublieft. Ja, maar dat was... Vind je dat zo zelf niet, Margie? Als ik nu terugdenk wel, maar ja, toen was dat in, hè. Ja, maar... Ja, dat was echt een Johnny Bucks. Toen was dat woofers en zo in de auto, dat was echt in, hè. Dat was een ding, hè. Ja. Maar het was wel goed muziek altijd. Boom, boom, boom. A party. Amazing. Kennen, nemme. 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 Oké, sluit je ogen. Wat is mijn kleur van ogen? Bruin. Met? Groen. Ja, en met? Ja, dat weet ik niet, hè. Hey. Een beetje geel. But yeah, I know it. Wat is mijn kleur ogen? Blauw. Wat is dat? Ah, bruin. What the fuck? Ik dacht echt dat jij blauwe ogen hebt. Maar nee, I wish. Ken ik niet mee. Maar bij mij is dat obvious. Ik ben Marokkaans, dus. Waar ga ik naartoe om tot rust te komen? Uw auto. Nee, allee, kom. Naar waar gon ik? Aan het water in Dendermonde. Ah, aan het water. Wil je daar niet hard op zeggen waar dat is, alsjeblieft? Straks zit iedereen er. Ja, er is veel water in. Daar komen we naar rust. Ik ga gewoon altijd ergens aan het water zitten om tot rust te komen. Dan is hij 2 uur weg en dan komt hij terug, ja. Uit het niks. Hou ik van ketchup? Ja. Je hebt dat toch wel gekocht, dus ik veronderstel wel. Goh, pas op, dat is in combinatie met iets, maar ik vind die smaak eigenlijk echt super vies. Waarom komt het dan? Dom, in combinatie met iets is dat goed. Gelijk een hotdog of zo, snap je? Met vegetarische worst, hè. Ben ik een katten- of een hondenpersoon? Nee, honden, denk ik. Goh, ik ben mee. Ja, ik ben van elk dier een persoon, maar... Als je moet kiezen, meer honden. Nee, ja, omdat een kat is zelfstandiger. Ja, maar zo, als je moet kiezen tussen Gasje of Wefke... Zijn je, zijn je meer voor Wefke of zijn je meer voor Gasje? Voor allebei. Nee, maar... er is één altijd je favoriet en dat is Gasje. Gewoon omdat je die ook al langer hebt. En, ja, ja. Gasje heb ik echt al van... Ja, voilà. Dus je bent meer een blonde mens. Yeah. Zie, zo rond de pot draaien. Maar ja, ik zou ze toch allebei houden. Zo. Oh, ik zeg toch niet dat je erin moet wegdoen. Heb ik vreemde talenten of vaardigheden? Vreemde? Niet direct. Allee, ja. Dan heb ik dat ook, hè. Nee, kun jij een waterdruppel nadoen? Een waterdruppel niet, een uil wel. Doe. Oh ja, dat is zo. Maar dat kan iedereen, dat is met je handen. Doe het. Ja, ik doe dat nou weer, wacht, hè. Als ik de houding weet, dan heb ik het, hè. Wacht, wat is dat nou weer? Ik kan dat, doe de houding eens. Ik zal het eens doen. Maar ik kan het, hè. Ik moet gewoon de houding weten. Ik kan het zelf niet meer. De vorige keer kon ik dat, maar mijn houding zit niet goed. Ik ben beu. Heb ik ooit de wet overtreden? Elke dag. Moet ons brievenbus eens zien. Het ergste is, ik kom bekend niet buiten. Hè. Dat is helemaal het ergste van al. Het is gewoon elke keer dat ik de deur verlaat, dat ik een boete neem. Dat kent toch niet? Ben ik een teensleeper of een sneakerpersoon? Meer sneaker, want ik zie u niet veel teenslippers dragen. Ik heb dat niet eens. Ja, voilà. Als ik een pizza bestel, wat zit er dan op? Pizza veggie? Ja, wat houdt dat? Groentepizza, ja. Nee, wat zot. Wat is dat? Toen een pizza met spinazie of zo. Kaas, hè, jongen. Dat zit er altijd op, een pizza, hè. Maar nee, ik pak gewoon een 4 kazen, hè. Geef ik de voorkeur aan chocola of fruitig snoep? Chocola. Sowieso, fruitig snoep drinkt op niks. Dat is te fruitig. Ja. Nee, snoep in het algemeen vind ik gewoon niet lekker. Jij zo wel van die snoepjes, hè? Ja. Ik vind dat echt niet gewoon. Ik vind zo koeken, chocolade, chips vind ik allemaal goed. Maar zo vanaf dat dat zo echt snoep is, lies. I love it. No, I don't. Welk dier zou ik zijn als ik kon kiezen? Denk zo een vogel. Omdat je dan zo kunt vliegen. Yeah, kan niet. Ja. To see the world. Ja, ik zou dat ook willen zijn. Maar een vogel kan zo van de lucht... Ja, ik zou geen... Duif willen zijn. Dat zijn echt zo de daklozen van de vogels. Dat moet je niet zijn, hè. Je moet echt zo een mooie vogel. Snap je? Zo een blauwe ara of zo. Besefte jij het dier dat jij er juist na deed, dat dat geen duif was? Dat dat geen uil was, maar een duif? Ja, ik weet het, ja. Ik wou het nog zeggen, maar ik dacht, ik ga het niet zeggen. Ja, anders hadden de kijkers het wel gezegd, hè. Dat komt er niet voorbij. Ja, maar ik was ja, zo'n blauwe ara of zo. Ken je dat? Ja. Dat is echt prachtig. Prachtig! Prachtig, dat is een nieuwe bichting.
Bijt, knip of veilig mijn nagels? Knippen. Met mijn nagelknipper. Wat? Ja, jij gebruikt toch altijd mijn nagelknipper? Dat is voor mijn teennagels, Elisert. Echt vuile tenen. Jawel. Nee, zo van die sabels. Nee, dat is helemaal niet waar, zie. Belangen, ja, zie je niet, kort. Ja, nu niet. Nee, ik heb geen... Ga niet... Omdat Kimmy ze heeft geknipt, dat ook nog. Nee. Anderen moeten naar haar teennagels knippen. Nee, nee, wacht even. Die heeft er niet geknipt, hè, jongen. Oeh. Zot. Wel gelakt. Uh-huh. Nou, voilà. Ik heb van die kleine teentjes. Van die worstenteentjes. Worstenteentjes. En hij vindt dat lief. Ja, dat is echt... Ik heb mooie voeten. Nee. Jawel, ik vind... Allee, ik kan niet zeggen dat ik modellenvoeten heb, hè. Totaal niet. Maar beter dan... We hebben echt al onze voeten naast elkaar gezet en die zijn echt fucking kamelentenen, sorry. Maar niet waar? Jawel. Jij, ja? Wat? Een kleine, dikke, vetsige kameel dan, of wat? Allee, ja. Maar je feet are cute. Ik vind dat schattig. Ja, zolang dat jij het schattig vindt, is goed, hè. Ja. Ik bijt trouwens op mijn nagels, dus ik snap niet hoe dat je binnen dingen komt, maar... I always bite it, not good. Maar ik ga van de week naar de nagelstylist en dan ga ik ermee stoppen. Kent je mijn telefoonnummer? Nee. Echt? Nee. Ken jij de mijne? Ook niet. Hm. Ah, voilà. Waarom zit het dan zo... Echt? Hm. Allee, ja. Weet je ook niet meer waar het start? 04. Sorry, maar... Wat? Niet goed? Looking on fleek. So looking awfully. Oké, guys, dat was de video. De foto's dat ze beet getrokken worden, die gaan jullie nu nog te zien krijgen. Yeah, thanks for my hair. Yeah. En voor, ja, om een beetje te kunnen, not go, maar een beetje. Did you, zijn er verschoten hoe goed ik u ken? Soms wel. Soms. Dus guys, reageer zeker het woord van de dag. Thanks om te kijken. Ik hoop jullie morgen weer terug te zien om 5 uur. En dan zeg ik zoals altijd... Adiós.